In SpiceQuest is er gisteren een bijzondere kunstexpositie gehouden van Winston van der Bok. De werken die tentoongesteld zijn hebben te maken met de culturele erfenis van de kunstenaar. Hij heeft zijn inspiratie geput uit deze culturele erfenis. Van der Bok is geboren in Calbo, een inheems dorpje aan de oever van de Kotika-rivier, en werd als baby afgestaan aan twee pleegmoeders. Hij groeide op in het buitenland, maar kwam op zijn 15e terug naar Suriname, waar hij herenigd werd met zijn ouders. In Suriname maakte hij kennis met zijn ware identiteit en hij besloot zijn gevoelens te uiten via zijn schilderijen. In zijn werken legt hij vooral de nadruk op de inheemse cultuur en verbindt hij het heden met het verleden.